Nieuws uit de ruimte. Met vanavond... 25 jaar bemande Russische ruimtevaart. We zijn hier op de grote Russische ruimtevaarttentoonstelling Interkosmos op de Efteling in Kaatsheuvel, die hier het hele seizoen blijft. En hier wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de Russische ruimtevaart in de afgelopen 25 jaar en langer. Wij willen dit keer ook eens uitsluitend aandacht besteden aan die Russische ruimtevaart, waar we tot nu toe in het Westen weinig van te zien hebben gekregen. Toch hebben sinds Gagarin al zo'n 60 cosmonauten hun ruimtevlucht gemaakt, dus alleen al 60 Russen. En er zijn ook ongeveer 60 bemande ruimtevluchten door de Sovjet-Unie uitgevoerd. Samen met u willen we het komende uur die ontwikkeling eens even gaan volgen. Maar laten we om te beginnen nog eens even stilstaan bij die historische beelden van de vlucht van Yuri Gagarin in 1961.